Wilfred, ik heb ook nog wel af en toe gelachen. Ik heb gisteren bij de NOS zo ontzettend moeten lachen op Rob Jansen. Want? Nou, Rob gaat daar dan zitten en uit ijdelheid. Hè? Ja. Die zit daar helemaal op paasbest, haartjes goed. En dan wil hij altijd ook deftige woorden gebruiken. Maar Rob neemt nooit risico, die zegt eigenlijk nooit wat. Die zit er hij praat en... wel, maar hij zegt niks. Hij zegt niks. Nee. Alleen hij zei één ding, dat had hij niet moeten zeggen. Hij merkte op, waar geen spel tussen te krijgen was, dat de voetballerij een poenig imago had. Hmm. Dan denk ik, Rob, hoe kun je het zeggen? Als er nou één passer in de voetballerij rondloopt, is het Rob Jansen. Hmm. Die rijdt in gekke auto's. Die heeft een zeewaardig jacht in Frankrijk liggen. Als die jarig is, dan huurt hij het Mauritshuis uit. Die gaat op verjaardagen met zijn vrienden in het privéjet naar de Ferrari-fabrieken. Een jaar later met zijn vrienden naar Monaco gokken. Ja. En... hij heeft een TomTom in zijn eigen huis nodig, toch? Nee, of niet? Nou, hij woont in een kitserig paleis in Den Haag. Protseriger kan niet. En die vindt dan dat de voetballerij een poenig imago heeft. Ja, hij heeft wel humor, hè? Nee, ja, tuurlijk heeft hij humor. Ja, toch? Maar wat ik wel hoop is dat die hele malle coronacrisis wel iets weer naar het normale toe... Dat kan als niet dat anders. Hoop ik bijna wel, hè? Ja. Ja, maar ja, je ziet het bij Feyenoord. Dan willen ze terug naar wat normalere... Ja. Nee, maar dat duurt even. Ja, maar dan moet je wel je poot stijf houden. Ja, ja, maar dan komen die middelmatige spelers al niet meer. Even niet, maar ik denk binnen nu en 3 jaar doen wel velen, denk ik, Jan. Hè. Ja, maar wat is normaal maar, doen? Als je nou ziet... Nee, normaal doen is geen 100 miljoen betalen voor Sané die nog een jaar contract hebt. Nee. Dat is niet normaal. Maar Icardi leggen ze ook weer 60 miljoen neer, hè? Ja. En weet die andere die voor 50 miljoen. Werner? Ja, Werner. Ja, en nu weet hij ook nog ineens zeker of hij er naartoe gaat, weet je. Ja. Nee, maar bij Feyenoord, wie verdient er ook 1,2 miljoen? 1,4, Narsing. Narsing, weet je wel, een wisselspeler die eigenlijk nog nooit zijn hele carrière ergens goed gepresteerd heeft. In Engeland niet, bij PSV niet. Het was eigenlijk nooit wat. Ja. En dan 1,4 miljoen, dat is toch niet normaal? Nee. En dan kan ik me voorstellen, als je nu een nieuwe speler koopt en je zegt tegen zo'n speler, je kunt 6 ton verdienen. Dat zo'n jongen zegt, ja, de helft van Narsing, die speelt nooit. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.